Welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen en alle andere belangrijke informatie over Wie is de Mol met Dinant van WDM-2023-hints op Instagram en Arjan van Mollenjagers op Instagram. Nou, welkom beiden. Hallo. Hebben jullie een beetje genoten van de aflevering? Jazeker. En Arjan ook? Ja, zeker weten. Spektakel. Nou, we hebben ook nog even een mooi terugblikje. Die heb ik natuurlijk ook even gemaakt. De aflevering begon met de kandidaten die in de busjes plaatsnamen. Ze gingen naar de staalfabriek in Saldana. Hier voerden ze een opdracht uit om zoveel mogelijk zilveren balletjes te verzamelen, waarmee ze geld konden verdienen. Maar ze moesten oppassen voor Sarah die een opdracht moest uitvoeren. Maar raakten ze de stang aan, dan kwam er een drone en kreeg een kandidaat een stroomschok. Hierna volgde de tweede opdracht waarbij de kandidaten muurschilderingen moesten namaken met allerlei props. Hiervan een foto maken en doorsturen naar het tweede team die dan weer de muurschilderingen moesten zoeken en hier ook een foto van moesten maken. Tot slot de executie waarbij Vrouwtje afviel. Dinant, wat vond jij van de aflevering? Ik vond het een leuke aflevering, alleen jammer dat er maar twee opdrachten waren. Oh ja. En ja, Arjan, vond jij nog iets anders leuk aan de aflevering? Ik vond de opdrachten geweldig en hoe ze het deze keer doen en hoe ze de opdrachten naar voren brengen vind ik echt uniek. Je merkt echt dat er heel veel geld in is gestopt en dat ze verbeterd hebben met vorig seizoen en dat daar heel veel klachten over waren. En dan is dit gewoon alleen maar kijkplezier. Ik geniet hiervan en de opdrachten zijn gewoon een spektakel en ik denk dat wij met z'n allen willen zien. Zeker, en ook met die verschillende lagen in de opdrachten, dat je bijvoorbeeld bij opdracht 2 had je ook nog die rebus erna. Ja, en wat ik ook wel mooi vind, eindelijk durven ze een keer, net als in België, gewoon iets met stroom te doen. Gewoon, een bekende Nederlander of niet, gewoon stroom onder dat ding. Ja. Kijk, en dat is eigenlijk ook een beetje Wie is de Mol wat je wil zien. We willen lachen, weet je wel. Ja, en ja. Ja, hier ga je om lachen. Dit zijn de momenten. Ik geniet hiervan. Ja, ik zelf natuurlijk ook. Liever twee hele grote opdrachten die super leuk zijn dan drie kleine opdrachtjes die... Ja, een beetje waar te veel gebeurt om weer te geven in het programma zelf. Ja, helemaal met je eens. Ja. Nou ja, jij zit natuurlijk op Daniel, Arjan. Is dat zo? Zit ik op Daniel, joh? Dat jullie dat weten. En weet je ook, kun je dat een beetje beschrijven waarom nou Daniel jouw mol is? Moet ik weer over de hekken gaan beginnen of willen jullie dit nog niet horen? En weer over dat patentje en weer over die rubber duck? Of zijn mensen het ondertussen wel een beetje zat? Nou ja. Nee, waarom zit ik op Daniel? Ik heb het voorstelfilmpje gisteren nog even bekeken en de mollicitatie. En in de mollicitatie omschrijft hij eigenlijk precies wat hij doet. Ja. En hij is fanatiek, hij zou als mol fanatiek zijn. Hij houdt van een leugentje, hij is eerlijk, zegt hij dan weer in zijn voorstelvideo. Dat vond ik allemaal al verdacht. En ik krijg hele erge Jan Versteeg vibes, Dennis Wening vibes en George vibes. En ik denk dat iedere moloot eigenlijk toch wel Jan Versteeg een van de betere mollen vond. Dennis Wening ook, George ook. Dus ja, hey, laat het open dat Daniel de mol is. En dat alle foutjes in het programma toch een beetje heks zijn. Daar blijf ik over na zitten denken. Want al die foutjes die we vinden, leiden naar een andere kandidaat als Daniel. En dat begint op te vallen. Zoals bij de executie, dat het balkje ineens zwart is in plaats van wit. Juist, van Soy. Ja. En dan die het molboekje, geloof ik, uit mijn hoofd. Dat is naar 2023 en dat Aniek daarmee verdacht wordt. Ja, waarom wordt Aniek daarmee verdacht? Waarom wordt Soy verdacht? En ja, zo heb je meerdere dingen al in het programma dat ik denk van, we moeten toch Daniel een beetje in de gaten houden. Ja. Is natuurlijk super handig. En alle opdrachten, ik weet niet of het jullie opvalt, is heel veel met technologie op dit moment. Met telefoons, met een tablet en met een drone. Het zit altijd wel weer iets bij wat hackable is. Ja, is ook zeker waar. En daarom denk ik dat ik Daniel toch wel een beetje in de gaten hou. En de hints die wijzen wel een beetje veel naar Daniel. Ben ik helemaal met jullie eens, want dat is ook hetgene wat mij aan het twijfelen brengt. Want iedere meloot die zegt altijd, hoe meer hints erin zitten naar een kandidaat, dan is dat de mol niet. Maar misschien is dat juist zijn dekmantel. Want hij is ook heel open. Hij is fanatiek. Hij is zo. En dan kan het een hele makkelijke dekmantel zijn, waardoor iedereen in de verkeerde tunnel kruipt. En misschien wel verkeerd, hè? You never know. Ja, en je ziet ook dat Daniel bijvoorbeeld niet heel erg hoog stijgt in de verdenkingen.
in Nederland, in de statistieken. Je ziet dat Daniel een beetje onderaan blijft hangen. Dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat hij Hintzo in beeld komt. En dat hij heel opvallend in beeld komt. Maar als je ook heel goed oplet op Daniel, hij komt wel opvallend in beeld. Maar op de momenten dat er beslissingen moeten gemaakt worden, dan is hij in één keer weg of draait hij om. Terwijl ja. Hij heeft toch het haantje de worsten. Hij heeft toch altijd een weerwoord op iedereen. Hij wil toch zo fanatiek overkomen. Dan denk ik, ja hé, hey, daar zit iets achter. En wat ik ook blijf zeggen, en dat vind ik weer een leuk iets hoor, maar dat ben ik. Ik ga weer verder zoeken dan, hè. Maar hij zegt ook in zijn voorstelvideo dat hij heel slecht tegen zijn verlies kan. En dat hij zijn zes zelfs niet kan laten winnen. Ja, en dan gaat Wie is de Mol hem kandidaat maken. Dan gaat hij die test trekken. Dat zou ik ook doen als ik die kwaliteiten heb als hem. Kansberekening. Ja, of het kansberekening is, of je hackt gewoon de vragenlijst. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook, ja. Dus zou je het risico nemen als makers om Daniel, als hacker zijnde die alles kan hacken, binnen een dag jouw wachtwoord weet, om die kandidaat te maken? Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, daar komen we natuurlijk ook... Kan je een contract laten tekenen, met erin staat, je gaat het programma niet hacken alsjeblieft, hè? Tekening onder van Daniel. Ja. Maar wat vinden jullie van Daniel? Ja, ik verdenk Daniel zelf ook. Maar ik ben ook Anke steeds meer aan het verdenken. En daarbij komen we natuurlijk bij Dinant. Want Dinant die verdenkt Anke. Kan je dat ook een beetje uitleggen, Dinant? Waarom jij Anke nou verdenkt als mol? Ja, ze is op de ene... Aan de ene kant is ze wel op de voorgrond. Maar je ziet haar aan de andere kant ook weer niet echt. Of zo. Ja, een beetje ook met het bondje van Daniel en Anke samen. Ik heb ook nog iets goeds gevonden trouwens. Hoe heet het? Als Jurre en Anke samen naar boven gaan in opdracht 1 om de balletjes in de kogelmeter te doen. Dan weet eerst Jurre weet niet waar hij de balletjes in moet doen. Hij loopt er vol langs heen. En dan zegt Anke dat ze het ook niet weet. Vervolgens lopen ze terug naar de... Wat was dat? Ja, die was jij. Maar maakt niet uit. Vervolgens lopen ze beide wel weer naar de kogelmeter. Doet Jurre de kogels erin. En dan zegt Anke dat ze nog even heel goed rond moeten kijken daarboven en zo. En dat was de knip van de montage, zeg maar. En dan is Anke komt daar wel weer een beetje verdachter over. Ja. Scherp. Ja. Even kijken. En dan hebben we natuurlijk nog Randomi. Zou Dinant niet eens even uitleggen waarom die Anke verdenkt dan? Want ik wil wel een overtuiging van Dinant horen waarom hij nou zo in die Anke zit. Overtuig mij en haal mij uit die tunnel van Daniel. Help mij mee. Ja, ik krijg ook gewoon een beetje zo'n gevoel bij haar. En er zijn niet meteen heel veel hints of zo waarvan je direct denkt dat gaat richting Anke. Ja, dat is wel zo. Kan niet zo snel bedenken, een hint naar Anke. Ja, die ladder. Oh ja, die ladder, MA. Maar ja, is dat dan een goede hint? Ja, het staat er. En het is bewust en neergezet door de makers. Of het is een afleiding, of het is een bewust naar Anke. Of maar wat ik nog wel even zat te bedenken. Je ziet aan het begin van de opdracht, zie je dat Rick wel voor die rebuskastje staat, zeg maar. Daar staat hij gewoon voor. Maar dan staat er nog geen tafel achter. Geen ladder achter, geen letter M achter. Dus het kan ook gewoon zijn dat de makers zelf die trap er neer hebben gezet, die tafel er neer hebben gezet, die M erop hebben gezet. Want het lijkt me stug dat de kandidaat of de mol daar een tafel precies heeft neergezet en daar die letter neer M heeft opgezet. Dat lijkt me niet helemaal kloppen. Dus wat zou de bedoeling zijn van de makers met die hint? Ik denk dat iedereen ziet dit. Ja. Iedereen ziet dit. En dus daar willen ze... Juist dat je dan iedereen met een A kan afstrepen. Maar dat is mijn gevoel, hè? Kijk, want dat kan je ook weer zeggen bij Daniel. Daniel is te opvallend. Dus ja, we weten het niet. Er zitten zoveel opvallende dingen in, dat je heel veel begint te twijfelen. Ja, maar dat je ziet is bijvoorbeeld... Wie is de Mol? Sorry. Zeker zo. Wie is de Mol is zeker dat spel. Maar weet het, je kan hiermee dus eigenlijk ook gewoon Sander al afstrepen. Sander heeft namelijk die letters aangeraakt. En neergezet en meegespeeld en zo voor al die foto's. En inderdaad, Anke en Aniek vallen voor mij bij die opdracht ook gewoon af als mol. Nou ja, Anke is nog een lastig gevalletje.
Maar Aniek zeker wel. Ook omdat ze heel, zelf ook heel erg opvallend is en zo. Ja, ik dacht eerst, hè. Weet je, met die MOL-letters dacht ik eerst even aan het seizoen van Rob de Kei. Ik denk, oh, ze zou toch niet weer mol die letters aanraken in die combinatie, weet je wel. Ja. Maar ik heb terug zitten kijken, het is gewoon niet aangeraakt. Nee, klopt. Dus denk je, ja, wat zou er dan achter zitten? En dan is het ene wat is opgevallen door, ik weet even, Ingrid. Ingrid Hoede. Ja. Stuurt dan mij op met die computers. Die staan op de achtergrond en het zijn ouderwetse computers. Dit kan weer een hele mooie link zijn naar Daniel. Ja, klopt. Kunstgreep. Ja, dat vind ik wel manipulatie. Ja, manipulatie denk ik eerder, ja. Ja. Maar ik vind de manipulatie, ik vind die kunstgreep, die manipulatie vind ik weer eerder slaan op het bondje wat daar gebeurt op die kamer. Ja, dat is meer duidelijk. En dan kan richting Dinant gaan, dat Anke de boel manipuleert, maar het kan ook zijn dat Daniel weer de boel manipuleert. Ja. Dus zeg het maar. Ik zat ook nog even te denken over die opdracht. Wil je als mol zitten bij de groep waar je geld kunt wegmollen, zeg maar? Of wil je bij de groep zitten waar je geld kan soort van onduidelijke foto's maken en daarna nog een rebus mollen? Want dat heb je bij de foto's, bij het groepje van de foto's maken niet, die rebus. Met de rebus kun je het geld verdubbelen. Dus dat is dan ook wel weer een beetje interessant. Nou, en daar wil ik iets op zeggen. Als jij foto's maakt en je stuurt de verkeerde foto's op, en dat is nu dus gebeurd. Er is maar één kist kunnen opengemaakt kunnen worden. Dus je hebt ten alle tijde ook invloed als mol zijnde bij het foto's maken. Worden er minder foto's opgestuurd, dan kan ook die rebus niet opgelost worden. De mol heeft voorkennis. Dus die weet dat die rebus gaat komen met hoeveel foto's ze hebben. Ja. Dus ja, ik denk dat de iets verder moet je dan kijken. Want ik snap jouw logica heel goed. Zo dacht ik in het begin ook. Ik denk, ja maar Daniel, je zit in de verkeerde groep. Ja. Nou, maar toen dacht ik iets verder. Toen dacht ik van, ja, dat zou nog wel kunnen. Want er wordt maar één foto opgestuurd. Die rebus had nooit opgelost kunnen worden. Nee. Nee. En die dan... Sorry. En die dan, wat vind jij daarvan dan? Want je bent een beetje stil. Is ook wel weer een goeie. Want ja, als je aan die andere kant zit, ja. Als je dan maar één goede foto stuurt. Die volgens mij kwam niet van Daniel, dat weet ik niet. Die laatste foto, die maakte Anke. En die was inderdaad ook fout. Maar Soy heeft bij die opdracht wel echt flink gemold. Ja, ja ik ben heel eerlijk. Ik vond Soy echt irritant. Op een gegeven moment ook. Want hij kwam wel heel veel in beeld. En hij was wel echt overdreven fout aan het maken. Ja. Dat ik denk, oké, je bent hier gewoon aan het mollen, weet je wel. Een kandidaat de zand in de ogen te strooien. En dat denk ik dat ook in samenspraak zit dat vrouwtje eruit is. Vrouwtje zat op Soy. En Soy heeft vrouwtje gewoon in de val gelokt. Ja. En daarom zat hij te lachen bij die test en maakte die M. Ook daar heeft hij over nagedacht. Soy is een hele slimme kandidaat, hè? Zeker, dus hij is ook acteur. Hij maakt hem gewoon expres om de gedenken naar hem toe te trekken. Ja. En over in beeld brengen gesproken. De biechttijd van aflevering 2 is ook weer uitgezocht door iemand op Instagram. Die heeft dat natuurlijk weer expres naar mij doorgestuurd. Had ik naar gevraagd. En daarin valt wel even iets op. Dan ga ik heel even dat schema erbij pakken. We hebben even kijken. In aflevering 1 heeft bijvoorbeeld Nabil 60 seconden biechttijd. Mm-hmm. Maar in aflevering 2 heeft hij ineens 107 seconden biechttijd. Dus? Wat je hieruit kunt leiden is dat, nou ja, hoe heet het? Er zijn meerdere kandidaten die meer biechttijd hebben gehad en er zijn kandidaten die minder biechttijd hebben gehad. Met de kandidaten die meer biechttijd krijgen, die gaan waarschijnlijk meestal het spel uit. Je hebt dus bijvoorbeeld hier heb je nu ook Vrouwkje. Die blijft bij allebei de afleveringen op 63 seconden staan qua biechttijd. En je hebt Sarah, die, ja, nou ja, daar kun je niet zo heel veel uit leiden, want die is natuurlijk in aflevering 1 ook al afgevallen. Maar wat ik probeer te zeggen is dat Nabil gewoon heel veel meer biechttijd heeft dan andere kandidaten. Ik zal ze even in de chat zetten anders. Is misschien ook wel leuk. Ja, en ook die Nabil hint met die helm toch, bijvoorbeeld. Ik vond dat een beetje een rare hint, want is het wel eens voorgekomen dat er een hint... een blauwe helm in aflevering 1 staat en dat hij in aflevering 2 weer voorkomt. Ja, precies. Dat is ik heel vond verdacht. Een beetje vreemd, ja. Ja. Hier, er staat nu in de chat. Kan ik 4 seconden? Anke heeft bijvoorbeeld maar
ja, Aniek heeft maar 4 seconden biechttijd deze aflevering. 4 seconden, dat is wel heel weinig. Dat is letterlijk 1 zin, of 1 woord. Maar ja, dan op Aniek terugkomen. Zou Aniek de mol wel zijn na dat berichtje wat Telegraaf heeft geteld? Nee. Nee, zeker niet. Zeker dat niet. Dat doe je niet, smol, hè? Maar Aniek heb ik ook in aflevering 1 al meteen afgestreept. Na die aflevering dacht ik, nou Aniek, je kan het gewoon niet zijn. Ja, je kan het wel zijn, alleen ik vind het te vroeg naar René, zeg maar. Ja, of zou het weer een Jeroen kijkt in de vechte actie zijn? Dat kan ook. Dat kan ook. Heel om de verdenking van haar af te halen, juist. Ja. Maar ik vond het wel vreemd. Dat doe je niet. Nee. In ieder geval, ik zou dat doen. Jij ook, denk ik. Als je zoiets krijgt te lezen, dan reageren wij erop. Maar als je kandidaat bent in Wie is de Mol, dan lijkt mij dat een beetje een spelregel verbreken. Ja, is zo. Dus ik ben benieuwd wat de makers nu tegen Aniek hebben gezegd. Maar... ze is wel heel erg dag stil. Eerst keek ze nog wel eens mee en was ze nog wel eens vaker online. Ik vond dat ze nou in één keer de afgelopen dagen toch wel iets minder online was. Dus ik denk wel dat ze terug is geroepen. Ja, dat denk ik ook. Dat lijkt want me wel. Ze keek bij jou in de story denk ik ook wel mee, of niet? Volgens mij 1 keertje, maar dat was omdat het een hint was over Aniek of zo, volgens mij. Ja, wel voor Dinant, even gerust te stellen, Anke kijkt alles mee. Ja, maar die kijkt echt alles. Dat is echt wel wat. En ik denk ook dat Anke en Daniel samen zitten. Dus Kijken, Anke kijken en Daniel kijken samen. Daar hadden Dinant en ik het gisteravond nog over. Over dat Anke en Daniel misschien wel heel schattig samen zijn. Ja, ja, zeker weten. Ja. Dat is, die hebben al wat. Ja. Dan valt er nog iets op aan die biechttijden. Want dat is ook nog wel even interessant. In aflevering 1 heeft namelijk Jurre 105 seconden biechttijd. Dat is echt, dat is best veel. Dat is echt heel veel. En in aflevering 2 heeft hij er maar 15. Daar zit echt een heel groot verschil tussen. Ja, wat kun je ermee? Je kan zeggen, Jurre is kandidaat of Jurre is mol. Ja, vorig seizoen heeft ook gebleken dat de biechttijd niet wil zijn. Nee, klopt. Klopt. Dus ik weet niet hoe we hier aan vast moeten houden. Ik weet het gewoon. Het is natuurlijk heel leuk dat mensen dit volhouden en hiermee bezig zijn. Want dat scheelt ons een hoop werk. En ik vind het altijd heel... als je dit kan, vind ik dat echt... Ja, dat is een pre. Dus SO naar degene die het opstuurt. Ja, dat is toch wel een meloot. En daar hou ik wel van. Maar ik denk dat het nog weinig zegt. Ik denk eerder wat jij hebt gevonden met de tijd van reageren. Dat we daar iets meer op moeten gaan focussen. Want in het afvallen... Ja, in het afvallershotel hebben ze hun telefoon gewoon terug. Klopt. En dat schema heb ik hier ook nog ergens. Op mijn telefoon. Want daarin heb ik ook toevallig net behandeld in een video. Die toevallig bijna online gaat. Maar daarin is duidelijk te zien dat de komende aflevering... dan volgens het schema... Ranomi, Nabil of Jurre zou moeten afvallen. Eén van die 3. Had het dan maar een Ranomi zijn, alsjeblieft. Ja, precies. Dat hoop ik ook. Sorry hoor, Ranomi, als je een keer luistert. Maar ik wil niet dat je het spel uitgaat, maar je bent een beetje verdacht. Ja, net zoals Nabil. Nabil heb ik eigenlijk ook liever het spel uit. Omdat ik... je kan hem niet polsen. Hij kan het makkelijk zijn namelijk. Ja, helemaal met je eens. Ondanks heel veel biechttijd en zo, maar... Toevallig gisteren de top 3 opgestuurd naar Smalltalk, omdat ze die nog wouden weten. Nou, daar is Nabil voor mij naar derde plek gegaan en Jurre naar 2. Dat zegt ook wel wat. Oh, Ranomi, Jurre naar 2. Ja, Ranomi is de top 3 uit. En de afleveringstitel was natuurlijk Kunstgreep. Daar kun je natuurlijk manipulatie van maken. Het bondje van Dinant. Het bondje van... ik wil het ook nog Evron zeggen, maar dat is ook niet zo. Van Daniel en Anke. Vandaag. Zitten we hier nog? Ja. Wat kon je er nou nog meer van maken? Er was nog iets. Iets met die kunstgreep. Niet alleen de manipulatie van hun twee. Ja, het boekje van Sooi. Het boekje van Sooi. De kunstwerk wat hij vast heeft van Vincent van Gogh de Sterrenwacht. Oh ja, kunstgreep. Letterlijk greep van kunst. Ja. En ook degene die in de... Die bij de props waren, die hadden letterlijk de foto's van de kunst. Oh ja, die hadden letterlijk kunst. Ja, goeie. Ja, dat vind ik ook wel een goede aanvulling. En daar is in die loods zie je ook al de letters mol staan. Ja.
En nog iets, daar kwam ik net even achter. Kunstgrepen staat volgens mij ook voor foefje of iets. Zoiets, zij zien volgens mij zijn video. En dat kan ook weer leiden tot die twee brancards. Dat het een soort, ja, tot die twee brancards. Doordat Nabil zijn van, goh, laten we die tweede brancard gebruiken om de stenen, om nog meer stenen mee te nemen. Waardoor uiteindelijk drie andere kandidaten geen geld konden verdienen. Hmm. Een soort foefje, een kunstgreep, ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat het niet letterlijk moeten nemen. Dus we hoeven daar niet mee te spelen, maar het is iets van manipuleren. Ja. Dat verwacht ik zelf. En omdat er zoveel van die situaties zijn voorgekomen, dat de boel wordt gemanipuleerd, dat ik denk, daar zit iets mee. En wat er juist is, ik weet het niet. Ik denk toch dat bondje op de kamer en dat we daar iets mee moeten. Daarom zit ik zelf nog... Horen jullie die auto? Oh, ik dacht dat er een vliegtuig langs kwam. Oh, nee. Joef. Maar ik zit zelf heel erg tussen Anke en Daniel te twijfelen qua mol. Ja. Gewoon omdat het allebei, omdat heel veel, nou ja, niet heel veel hints. Deze hint gaat vooral richting beide. Want het maar kan... Waar, Anke, zou je het risico nemen als makers in aflevering 1 de mol als eerste te zeggen dat hij de mol is? Ja, dat weet ik niet. Kijk. Dat is nog wel, ja precies, Rick zei dat ook inderdaad. Ja, maar het ding is ook daarmee, als je als eerste de mol zegt dat hij de mol is, dan zijn de kandidaten nog een beetje van, goh, wat is het? We weten niet wat er gaat gebeuren. Als je de mol als eerst gewoon roept van, ja, ga jij maar daar staan of zo, en dan zeg je van, goh, je hoort nu je rol, doe je pokerface aan. Dan zegt Everon, je bent de mol, zorg ervoor dat de kandidaten niet veel doorhebben, een beetje dat. Als je als allereerste hoort dat je de mol bent, lijkt mij het wel iets makkelijker, want de kandidaten gaan niet heel veel focussen op jou als eerst. Ja, of juist wel, omdat je wil weten wat er gebeurt. En de mol is dus losgekomen in aflevering 1. Ja. En heeft geld verdiend om vertrouwen te winnen zoals dat het wel eens vaker gebeurt. Ja, dat is ook zo, zeker. En dan bij het koor, dat foutje, bedoelden ze dus letterlijk het foutje. Want ze hadden eruit gepikt moeten worden. Dat zou echt een logica kunnen zijn. Ja. Ja. Maar ja, weet je, het is lastig, dit spel. Ja, ik vond Anke deze aflevering gewoon niet zo verdacht. Nou ja, ik had dus zeg maar dat ene moment van Jurre en Anke samen. Maar wat zou je als mol doen in deze opdracht? Geld verdienen of niet? Ja, juist geld verdienen. Ja, hè? Ja, en daarom vond ik het... Ja, ik vond het ook wel verdacht, zeg maar, Daniel was niet heel veel te zien in de opdracht zelf. Hij was zeg maar heel de tijd een beetje weg, een beetje op de achtergrond, een beetje... En dan niet alleen qua biechten, maar ook gewoon vooral qua waar die is. Wil je nou dat ik hier iets op zeg? Ja, Arjan, wat ben jij? Ik denk dat hij aan het hacken was. Oh ja, de drone aan het hacken. De drone aan het overnemen. Oh ja, en dan besturen. Lekker vergezocht weer, jongens, maar het voelt zo goed. Het is wel leuk beeldmateriaal als het echt zo is in de finale. Ja, ik denk telkens aan Rob de Kai. Ik weet niet waarom, aan de hekkenmomentje op de markt. Ja, het geluid uitzetten. Ja, dat van de markt. Maar dan Daniel die ook nog het geluid uitzet in opdracht 1, aflevering 1. Ja, en wat ik heel raar vind, dat ik het in aflevering 1 een twijfelmoment had dat ik denk dat Daniel deed. En in aflevering 2 wordt het eigenlijk bevestigd. Ja, ja. Want Vrouwtje gaat liegen, toch? Wat? Vrouwtje was kandidaat. Zou Vrouwtje daarover liegen? Nee, zeker niet. Niet als kandidaat. En dan gaat ze daarna in de test niet op Daniel. Ja, ik denk dat ze Daniel verdacht wil maken. Ja. Bij de rest van de kandidaten om hun op het dwaalspoor te brengen. Ongeacht dat misschien Daniel dadelijk wel de mol is. En het is natuurlijk heerlijk om dit erin te laten, om Daniel onverdacht te laten lijken. Ja. Onder de ploten. En onder de kijkers. Ik zie Dinant ook gewoon een beetje lachen de hele tijd. Ja, ik probeer Dinant een beetje te overtuigen. Net als dat Dinant mij probeert te overtuigen met Anke. Oh, ja. Want ik ben ook te twijfelen. Als ik jullie zo hoor, dan vind ik dit wel goede beredenering over... Waar mijn angel lag, was gewoon... Zou de mol als eerste gekozen worden? Kan de mol dat aan? Maar Anke is natuurlijk wel een journalist. Dus ja, ze kent wel wat. Ja, en hoe heet het als eerste... denk ik dat je minder zenuwen hebt of zo. Je bent er, dus je moet gewoon. Klaar. Weet je, wie was er ook alweer... Weten jullie nog wie het laatste
aan de beurt was bij de biechten? Bij de biechten. Bij Everon. Wat bedoel je? Bij de laatste bij Everon? De laatste persoon, zeg maar, aan de telefoon. Oh, dat is een hele goede vraag, man. Wie de laatste was? Sander. Ja. Nee. Was Nabil. Niet Sander? Volgens mij Nabil. Ik dacht Nabil, maar dat... Oh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, man. En ik heb die zo voor zitten editen. Nou ja, in ieder geval. In ieder geval als allerlaatste, weet je, dat zou natuurlijk ook nog een goede reden kunnen zijn om de mol als allerlaatste te kiezen. Of gewoon ja, random ergens in het midden. Ik vind die weer te voor de hand, Tim. Eerste plek of de laatste plek doe je niet. Ik denk toch wel een beetje in het midden. Zoals altijd. Of als ene laatste, of als ene de derde laatste. Dat lijkt mij de gunstigste positie om de mol te laten weten dat hij de mol is. Ja, en dan kun je winnen. Maar ja, het kan makkelijker uitgeëdit zijn, hè? Want je weet niet hoe het is gegaan, de volgorde. Want wat ook al niet klopte, ik weet niet of jullie dat is opgevallen, als Ranomi en als Vrouwtje te horen krijgen. Dat Vrouwtje, Ranomi al in de kring staat, Vrouwtje krijgt het eerst te horen, dan krijgt Ranomi het te horen. Dan denk ik, dit is andersom geëdit. Ja. Dus dat klopt dan niet. Dus nee. Dan zie je al dat daarmee gespeeld is. Dus ja, waarom? Dus dan kan ook... Anke is echt wel in het begin geweest, want dat kan je niet eruit knippen. Nee. Maar de rest kan je allemaal plaatsen waar je wil. Ja, net zoals Ranomi's reactie op haar telefoontje. Ik weet het niet of ik opgelucht ben. Ja, die reactie is wel verdacht hoor. Want dat sluit wel weer aan wat ze zei bij de mollicitatie. Maar ja, aan de andere kant, het zit wel weer ook weer vol in de montage. Ja, en ik denk nog steeds dat Simi gelijk heeft. Zij wou de mol niet zijn. Zij gaf geen antwoord op de vraag. Klopt. Zij gaf antwoord op de volgende vraag. Klopt. En ze wordt, denk ik, door de makers ook... Ik denk dat de makers als in hun eerste hand hadden... We maken Ranomi verdacht. Precies. Dat is uiteindelijk niet echt heel erg goed gelukt. Want Soy is het meest verdacht. Maar dat zou, denk ik, hand 2 zijn, zeg maar. Ze zouden in aflevering 2 Soy verdacht maken. Aflevering 1 Ranomi heel erg verdacht maken. Zo is een beetje hun spel, denk ik, van de makers. Gewoon zoveel mogelijk de mol niet verdacht maken... Maar toch dat ene touchje eraan geven dat toch de mol ontmaskerd kan worden. En denk je dat de programmamakers nog wel eens het programma kunnen aanpassen? Dus bijvoorbeeld dat wij nu met z'n allen meloten zitten wij op Daniel, we zitten op Soy, we zitten op Anke bijvoorbeeld. En dat ze de volgende afleveringen hun meer verdacht maken. Dat ze toch nog een beetje monteren aan de aflevering. Ja, dat kan zeker. Maar dat lijkt me toch, dat lijkt me toch niet. Eerlijk gezegd. Want de makers zijn nu zeg maar bezig met de finale dingen. Zoals hints uit de aflevering editen. Dat editwerk kost echt heel veel werk. Echt heel veel werk. Dus ik denk niet dat je zomaar ineens even iets aanpast. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel beeldmateriaal. Dat jij één beeldmateriaal kan omwisselen met een bepaalde actie die je naar voren brengt. En daar zit ik wel eens aan om te twijfelen. Ik denk, zouden de makers hier nou op inspelen? Want bijvoorbeeld jij zegt net heel mooi, Ranomi wordt verdacht gemaakt. Maar ik vind Soy toch aardig verdacht worden gemaakt in deze moment. Terwijl ik ook in het begin heel veel naar Ranomi dacht. Met die Olympische Spelen die jij vond, de Bateen, die kan je er heel makkelijk naar. We hebben de Bateen weer. Kwaak. Ik word er echt van. Maar het maakt niet uit. Er is iets met die Bateent. Ja, maar weet het, zoals ik zei. In aflevering 2 wordt zeg maar de Soy, zoals jij zegt, verdacht gemaakt. Maar ik had juist meer in aflevering 1 het gevoel dat daar Ranomi het meest verdacht werd gemaakt. Mm-hmm. Dus dat je dat een beetje hebt. Dat je gewoon ons de beurt de aflevering hebt. Dus dan heb je bijvoorbeeld... Nu werd ook Nabil heel veel in de biechttijd naar voren gebracht. Dan kan het dus zomaar zo zijn dat in de volgende aflevering Nabil weer heel erg verdacht is. Ja. En hebben jullie die exclusieve video ook gezien met het busje? Ja, zeker. Maar daaraan zie je Ranomi, hè, dat ze eigenlijk heel passief is. Ja. Ze is eigenlijk heel terughoudend. Ik vind haar een beetje... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ranomi, als ze gezwommen heeft, dan zit er een bepaalde emotie bij. En die emotie, dan kan ze heel goed voor een camera praten. Maar ik merk toch, vergeleken met die andere kandidaten, dat Ranomi een achterstand heeft met camera. Wat ik ook zelf merk, omdat ik ook wel eens voor een camera zit. Dat is gewoon heel moeilijk. Je wordt er een beetje onzeker van. Je wordt een beetje twijfelachtig. En dat zie je bij Ranomi terug. Het kan ook gespeeld zijn, dan doet ze dit echt heel goed. Ja. Dan zou ik zeggen, Ranomi, ga actrice horen wel. Want dat doet ze goed. Ze blijft buiten beeld, ze zegt de juiste momenten, ze zegt niet te veel. Ja, dat is allemaal goed. Het kan echt mol zijn, als je het zo bekijkt. Maar dan vind ik het een beetje een luie mol. Ja, precies. Dat dacht ik ook.
Een beetje een achterhoudende molachtig. Ja, en dat doen ze niet meer na 2021. Nee, dat hoop ik niet voor ze. Nee, dat, net als Annieke ook niet, doen ze niet. Nee. Ze maken niet een mol. Nee, dat lijkt me ook echt niet. En als het wel is, dan echt kan niet waar zijn. Dat programma wat ze georganiseerd, dat sloeg dan echt op haar. Ik denk dat iedere meloot gaat zeggen, kan niet waar zijn. Kan niet waar zijn. Dan hebben we nog even één ding over hacken. Dat is een heel leuk onderwerp. Ja, hacken. Heel leuk onderwerp voor Arjen. Volgens staan aan. Dat van MolTalk. Denk jij dat theoretisch gezien, dat MolTalk daar ook op inspeelt? Ja. Ja, denk omdat je dat? Omdat wij allemaal als meloten denken dat er geen hints in MolTalk. Als er een hint voorbij komt in MolTalk, dan is het geen hint. Ja. En ik denk dat dat nu moet omdraaien. Ja. En in mol streken? Ja, dat was het, die aanvulling van het digitaal geld, hè? Maar dat was een ingestuurde vraag. Ja, dus ingestuurde vraag. Hij had niet gemonteerd. En ik snap al helemaal niet, waarom komt er elke keer in mollenstreken niks voor overhek? Klopt. En, komt hij? Daniel heeft nog geen mollenstreek gehad van La Vinci. Mooi, hè? Ik ben daar wel blij mee. Ja? Ja, zeker. Dan weet je zeker dat je gewoon een beetje op het goede spoor bent. Ja, valt het niet op dat Renomi en Daniel, die we allemaal het meeste bedachten in het begin, dat die gewoon allebei op nul staan? Ja. Ik vind dat heel raar. Is heel waarom geeft die Renomi dan geen mollenstreek? Die was bijna onafwezig. Dan denk ik, oké, geef daar dan een mollenstreek voor. Of wat ze zei bij die opmerking bij die Rebus. Maar daar zit ook een hele productie achter. La Vessie verzint dat niet zelf, hè? La Vessie die zegt niet, ja, ik geef jou gewoon een mollenstreek, want ik vind dat. Zo is het. Het is gewoon een productieleider die zegt, La Vessie, geef hem maar een mollenstreek. En het is gewoon Avrotros, hè? Ja, klopt. Ik ben daar binnen geweest. Ook bij de mollenstreken redactie. Nou, kijk. En hoe vond je het daar trouwens, Tim? Ja, dat is natuurlijk lijp. Dat is heel vet. Ja? Even met Ron, hè? Even met Ron een theetje gedronken. Dat is toch leuk. Fantastisch. En gelachen, of niet? Ja, zeker. Alleen dit mag eigenlijk nog helemaal niemand weten, maar... Ben je met Rob de Kei geweest? Zei je dat nou? Wat? Was je nou met Rob de Kei? Oh ja, misschien wel. Nee. Ja, Daniel weer met zijn kansberekening. Ja, en nog iets opgevallen, jongens. Wat dat Daniel nog steeds geen scherm heeft gehad. Klopt, ook zo. En dat vond ik ook raar, want de mol is natuurlijk onvoorbereid. Misschien heeft Daniel het wel een beetje moeilijk daarmee. En laten ze hem expres buiten, zodat hij gewoon een beetje met zijn handen voor het gezicht kan zitten. Een beetje zenuwachtig kan doen, een beetje meekijken. En wat mij ook opvalt, hè jongens. Als rood valt, dat Daniel nog heel even blijft zitten. Ja, die blijft heel even zitten. En dan buigt hij naar voren. En dan doet hij net of hij het heel erg vindt. En dan staat hij op en dan geeft hij een knuffel. En dan zag ik wat ik zag, hè. En ik ga maar eens terugkijken. Toen met Vrouwtje, dat Vrouwtje lachte naar hem, geniepig. En dat ik dacht, jij, ik weet dat jij nou de mol bent, maar jij hebt mij volgelokt. Ja. En heel vaak kijk ik naar karaktereigenschappen en naar hoe reageert iemand. Want ik denk dat je dat ook heel veel ziet als je terugkijkt. Als je terugkijkt naar oude seizoenen, dan zie je dat. Als je alleen op de mol, dan zie je bepaalde reacties. En die reacties zijn denk ik meer bepalend als hints. Want hints is heel lastig. Hints kun je niet heel makkelijk vinden, omdat er duizenden mogelijkheden zijn. Ja, en dan nog een vraag aan Dinant. Hey, welke vinden jullie nou de beste hints? Dinant is er. Vuur. En welke vind je nou de beste hint? Tot nu toe. Ja, ik vond... Ja, de badeentjes die waren wel steeds in groepen van Annick. Oh ja. Ja, dat de badeentje steeds in hetzelfde groepje was. Dus waar waarschijnlijk de mol in zit. Dus Annick, Nabil en Ranomi, volgens mij. Dat groepje. Hey jongens, dat is de kunt. De kunt. Grapje. Trouwens, ik heb ook nog iets. Kom er gisteren. Ja, sorry, maar zeg maar. Ik zat net ook nog even het volgende weekstukje te kijken. En daar hebben we volgens mij 3 opdrachten. Ja. Eentje met quads. Eentje met 2 gekke schermen, dat ze in duo's moeten werken.
toen ik dat zag, dacht ik eerst van, goh, moeten ze een duo-test doen maken? Maar dat leek me toch wel weer iets te heftig. Beetje de Belgische mol. En die derde opdracht was met volgens mij twee schepen. Ja, daar kijk ik meestal naar uit. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Ik denk dat die tweede opdracht manipulatie vooral echt is. Vooral echt kennis en zo. Mm-hmm. Ik ben benieuwd. Want je had iets met mol-afspraak of zo, zag ik staan. Ja, klopt. Gek. Misschien gaan ze de mollicitaties wel bekijken met z'n allen of zo. You never know. En zou er nog een veiling aan komen? Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Een veiling. Want er zit wel een beetje veel geld in de pot, hè, jongens. Ik had de avond niet kunnen betalen straks. Jullie kunnen maximaal 4000 euro verdienen bij deze opdracht. Toen ik dat hoorde, dacht ik, is het bij elke opdracht zo? Ja, nee. Ach ja. Maar ja, dan hebben we nu wel alles besproken. En wat is hier de molkandidaat? Ja, Dinant. Anke. Anke? Alleen Anke? Ja, en Daniel toch ook nog een beetje. En je top 3 dan? Is dus 1 Anke. 2 Renomi en 3 Daniel. Oh, wel een leuke. Ja, en Arjen? Arjen? 1 Daniel. Nee, echt. Maar echt, nummertje 2 Jurre. En 3 is toch wel naar Biel gekomen door die hint met Jelle. Ik vond hem goed. Maar ik zit ook weer in de twijfel omdat ik denk van ja, nee, zou Wie is de Mol en de makers dat doen? Maar Nabil is wel gestegen. Renomi is eigenlijk afgeschreven in mijn hoofd. Ja, bij mij ook. Maar toch durf ik. Kijk, weet je, het ding is, je durft iemand niet af te strepen, maar je denkt bij jezelf dat je hem wel moet afstrepen. Ja, maar is Renomi jullie enige die jullie afstrepen, of hebben jullie al meer die jullie kunnen afstrepen? Aniek. Sander? Sander, kijk. Sander is Sander. Het is een soort mol, een molpapa, zeg maar. Het is gewoon een soort vadertje in de groep. Ik heb gezien, maar ik heb Sander ook nog niet heel veel gezien. Nee, precies. Sander is ook niet heel veel te zien, zegt Dinan. Ja, dus en zou de mol zijn broek afzakken? Nou, dan zak mijn broek vanaf. Ja, kunststrepen. Ja, of niet? Nee, maar kijk, weet je, ik zou Sander zo kunnen afstrepen, maar dat doe ik niet, omdat hij best een goede mol zou kunnen zijn. Helemaal met jou eens. Net zoals Jurre. Jurre streep ik ook het liefst af, alleen die staat in mijn top 3. Zeg maar, mijn top 3 is trouwens Daniel, daarna volgt Anke en daarna volgt Jurre. Dat is mijn top 3. En ja, dat. Anke, ze zat aan de wijn, man. Ja, met Daniel. Ja, tijdens de hotelkamer. En je zag ook in die ogen dat ze aardig bescheten was. Ja, ja. Dus ik zat zo naar die ogen te kijken. Ik denk, zou je dat als mol doen? En dan ga je nou dat bondje aan. Ik vind eerder Daniel daar verdacht dat hij op de kamer zit te wachten. Want de productie heeft 100% gewoon een inzijning gehad. Van ik wil nu een bondje. Ze gaan Anke ophalen daar beneden. Nou, Anke die komt daar naar boven. En die gaat praten met Daniel zonder dat iemand anders het weet. Want dat zie je niet, hè? En Daniel was ook heel erg zenuwachtig. Ja. Zei Anke. Ja, klopt. Niet dat hij de hele seizoen al zenuwachtig is, maar... Ja, Dinant heeft gezegd dat hij zo is, hè? Ja. Oh. Ja, ik had, hoe heet het? Ik had 2 afleveringen gekeken van Ik weet je wachtwoord op Videoland. Dat is van Daniel. En hij is toch wel anders in een programma dan dat hij is in een spelprogramma. Precies. Maar ja. Nou, dit was het dan voor deze week. Bedankt dat jullie er waren, Arjan en Dinant. Vonden jullie het ook gezellig? Ja, zeker weten, maar over Wie is de Mol praten is altijd. Volg ook deze podcast, zodat je elke week weer kan genieten van een nieuwe aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En wat zeggen we dan allemaal? Houdoe! Nee, nee. Ja, wat dan? Laters. Ja. Ja, nee, ik zeg houdoe, ik ben uit Brabant. Oh. Nou ja, in ieder geval, laters. Laters. Nou.